Ook zojuist kwamen nog meldingen binnen. Maar ja, die mensen zijn pas het laatste met kerst geweest. Dus ja, dat is dan heel lastig om aan te geven van hoe ze te werk zijn gegaan. Maar we hebben zelf het idee dat met name in de beginperiode, dus zeg maar vanaf die februari, maart, dat het dan op het achterterrein was van de begraafplaats. En dat nu de mensen, de laatste meldingen die na Pasen binnen zijn gekomen, die waren ook meer voor op het terrein. Jaren geleden hebben we ook extra, ja, toch wel veel last gehad van diefstal. Dat ging toen, dat duurde een paar weken en toen hebben ze gelukkig de daders kunnen betrappen bij het inleverpunt bij een oud ijzerboer. Die heeft de boel vastgehouden en heeft gezegd van, hey, verdacht materiaal eigenlijk. Het lijkt wel alsof het van een begraafplaats komt. Nou, op dat moment hadden ze ook de daders. Maar dat is alweer een paar jaar geleden. Dus jaren is het gewoon goed gegaan eigenlijk. Mensen roepen ook wel eens, ja, zet de camera's neer. Maar ja, deze begraafplaats is 9 hectare groot. Waar moet je dan de camera's neerzetten? Moet je dan mensen die hier met een tasje naar binnen komen allemaal gaan fouilleren? Ja, dat kan eigenlijk ook niet. Ik bedoel, er lopen hier natuurlijk heel veel bezoekers die met een, of met planten, of met een harkje, met een schepje, die wat aan het graf willen doen, het graf willen verzorgen. Ja, die kun je toch moeilijk allemaal, dat je allemaal zegt van, nou, tasjes open, wat heeft u bij zich? Ook tasjes weer laten zien als ze trein afgaan. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ik vind het heel lastig om om maatregelen te nemen, waarvan ik het idee heb dat ook nog helpt. Waar laat je dat spul, denk ik dan, als je het meeneemt? Je kunt het eigenlijk in de omgeving, ja, volgens mij nergens zomaar weer inleveren. Want het is nu ook kenbaar gemaakt, hè, die diefstal. Dus ja, volgens mij moeten ze al de grens ermee over of zo. Want anders dan, dan is het verdacht. Ja, ik vind het schandalig dat dit gebeurt. Ik heb daar eigenlijk geen woorden voor. Hoe kun je zoiets doen?